Het arrest Philips Oostenorp en het vereisten van schriftelijkheid voor het concurrentiebeding. De Nederlandse wetgeving stelt vrij weinig eisen aan een geldig concurrentiebeding. Zo'n beding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Maar wat is nou schriftelijk? In het arrest Dentel Goedgeburen in de jaren 70 heeft de Hoge Raad gezegd hè, dat eh, in het vereisten van schriftelijkheid bij het concurrentiebeding een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemers de consequenties van dat voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. En waarom is het een bezwarende beding? Uiteraard omdat een concurrentiebeding iemand kan verhinderen om in zijn um, ja, wijze van levensonderhoud te voorzien. In het arrest Philips Oostendorp kreeg de hoograad de gelegenheid zich uit te laten over wat we nou precies wel en niet over onderschriftelijk uh, kunnen verstaan. Philips was een uh, accountant bij het kantoor Oostendorp en um, hij kreeg in 1997 een brief um, en die brief luidde, ik draag het even voor, het, doent, het doet ons een genoegen u hierbij het nieuwe exemplaar van onze arbeidsvoorwaarden zoals deze per 1 januari 1998 zal gelden te mogen aanbieden. Deze arbeidsvoorwaarden treden in de plaats van het eerder aan u overhandigde exemplaar. Door mede ondertekening verklaart u zich akkoord met de inhoud van de gewijzigde voorwaarden. Graag ontvangen wij één exemplaar van deze brief van u. Retour. En in die arbeidsvoorwaardenbundel zat een concurrentiebeding. Philips schrijft op dat briefje met, zijn hand, met de hand: Deze zijn door mij geaccordeerd en hij stuurt het briefje terug. Het, de arbeidsvoorwaardenbundel zelf werd dus niet getekend. In 2006. Zegt Philips zijn arbeidsovereenkomst op omdat hij bij een concurrent wil gaan werken. Um, en uh, dat komt uiteindelijk dan voor de rechter, omdat Oostendorp zegt: ja, je hebt gewoon een geld concurrentiebeding en dit is een strijd daarmee. Uh, de rechtbank geeft Philips gelijk, uh, het Hof echter niet. Uh, want het Hof zegt: ja, door dat bijschrift op die brief, um, uh, heeft, heeft Philips eigenlijk uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij instemde met die nieuwe arbeidsvoorwaarden waarin dat concurrentiebeding stond. En in cassatie klaagt Philips dan dat het Hof te lage eisen heeft gesteld aan die schriftelijkheidseis. Advocaat-generaal verkader uh, die volgt Philips en die zegt, ja, in een geval als dit had in die brief in elk geval moeten staan dat er in die bundel een concurrentiebeding stond. Uh, wat hij niet vindt, uh, wat Verkader geen eis vindt, is dat die bundel zelf ook ondertekend had moeten worden. Maar het wat ik dan maar noem het bijvoegscenario of het bijlagenscenario, dat mag volgens verkade um, als maar in die begeleidende brief duidelijk wordt vermeld dat er in die bijlage een concurrentiebeding staat. De Hoge Raad gaat daar niet in mee. De Hoge Raad stelt voorop, wat ik zojuist al zei, de regel uit dental goed gebeuren, dat de eis van schriftelijkheid een bijzondere waarborg vormt, um, zodat he, die werknemer niet... Um, nou, zonder die consequenties goed te hebben overwogen met een concurrentiebeding instemt. Als hoofdregel stelt eigenlijk de Hoge Raad voorop, hey, dat is een concurrentiebeding dat staat in een document, dat is ondertekend. Um, maar zegt de Hoge Raad, um, uh, en dan zegt ja, de, de, de hoge Raad, he, want, want dan is duidelijk dat een werknemer heeft kennis genomen uh, van het concurrentiebeding en daarmee instemt. Ja, en zegt de Hoge Raad, dat is eigenlijk hetzelfde in een bijvoegscenario of het bijlagenscenario. Um, mits um, het, het geaccordeerde document, dus vaak het briefje, duidelijk naar die bijlage verwijst. en die bijlage ook daadwerkelijk was bijgevoegd. Um, en dan is niet vereist dat die bijlage wordt getekend. En ook niet vereist, wat AGVK Kader zei. dat in die brief expliciet is vermeld dat er in die bijlage een concurrentiebeding stond. Een tweede uitzondering die de Hoge Raad aanvaardt, is als een concurrentiebeding staat in een document dat niet is bijgevoegd, maar de werknemer zich wel expliciet akkoord verklaart met zo'n concurrentiebeding. Deze uitspraak is niet vrij van kritiek. Je kan je heel goed afvragen of in dat bijvoegscenario wel echt is voldaan aan die waarborgfunctie van de schriftelijkheid. Want wat als er in zo'n arbeidsvoorwaardebundel... die soms 20, soms 30, soms 50... en in een slecht geval zelfs 200 pagina's lang kan zijn... Eh, als daar een concurrentiebeding in ja, verstopt zit... Eh, moet je een werknemer daar niet toch een beetje voor eh, waarschuwen... als je zeker wil weten dat die werknemer... de consequenties goed heeft overwogen van zo'n beding, die waarborgfunctie. De schriftelijkheidseis heeft... Ook een bewijsfunctie, uh, niet alleen een waarboogfunctie. En dat is nog wel eens een probleem bij dat bijlage- uh, of bijvoegscenario, want ja, zeker als het in hard copy, uh, uh, wordt gedaan, hoe bewijs je als werkgever dat die bundel daadwerkelijk was bijgevoegd. bij dat briefje dat de werknemer ontving? Die situatie deed zich ook voor in eigenlijk het laatste arrest waarin de Hoge Raad zich. Echt inhoudelijk over deze schriftelijkheidseis heeft uitgelaten. Dat is de arrest Lodder, dat is de ECLI 2017-364 van de Hoge Raad. Daar, wel, daar stond vast dat de werknemer de bundel met het concurrentiebeding voorafgaand aan ondertekening op enig moment had ontvangen, in bezit had, um, en dat hij daarna een keer een brief heeft getekend waarin stond dat hij akkoord was met die bundel. Um, ja, en daar zegt de Hoge Raad, ja, gezien de achtergrond. Van die schriftelijkheidseis, die waarborgfunctie, uh, moeten we wel heel strikt zijn in hoe we die, um, uh, die eisen uitleggen. Uh, dus dat bijvoegscenario, ja, dat, dat kan wel, maar dat gaan we wel echt heel strikt uitleggen. Dan moet die bijlage ook echt zijn bijgevoegd op het moment dat die werknemer dat document kreeg um, uh, ter ondertekening. Is dat niet het geval, dan is aan die uitzondering 1 uit Philips Oosendorp niet voldaan voor de praktijk als je toch met dat bijvoegscenario werkt ik zou dat overigens afraden uh, maar als je toch met het bijvoegscenario werkt en je wil dit voorkomen dan lijkt het handigst om in elk geval in de brief die je aan de werknemer stuurt en waarin je vraagt hè, wil je deze aan mij getekend uh, retourneren dat daarin staat um, uh, in de verklaring van de werknemer hè, ik werknemer verklaar dat de bundel was bijgevoegd deze gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan dat dan als werkgever je toch in elk geval bewijstechnisch um, uh, een behoorlijke voorsprong hebt. waar het gaat om een eventueel argument van de werknemer dat uh, die bundel niet was bijgevoegd. Nog heel kort iets over de tweede uitzondering, namelijk het expliciet instemmen met de concurrentiebeding dat niet is bijgevoegd. Die uitzondering wordt in de lagere rechtspraak zeer strikt uitgelegd. Um, ik noem als voorbeeld jaar 2012-202. Daar was in de brief wel gezegd met welk artikel. De werknemer dus ook expliciet instemde. Ik noem het maar even um, chargerend. u stemt daarmee dus ook in met artikel 7 uit de, uit de bundel. Um, dat was een concurrentiebeding, maar dan zegt de rechter: Ja, uh, dat is niet voldoende, want daaruit bleek niet dat het een concurrentiebeding betrof. Als er misschien had gestaan artikel 7 tussen haakjes concurrentiebeding, dan was het wellicht anders geweest. Een ander voorbeeld, dat is een Ecli uh, van Rotterdam, rechtbank Rotterdam, 2015 4898. Daar stond in de brief Werknemer, u gaat dus ook akkoord met het relatiebeding, maar omdat niet expliciet was opgenomen in welk document dat relatiebeding stond, was ook dat niet voldoende. Laatste opmerking die ik nog maak gaat over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Um, met de WWZ um, uh, zijn er speciale regels gekomen voor het concurrentiebeding in de bepaalde tijdovereenkomst. Um, daar geldt een andere regel dan voor Philips Oostendorp een bepaalde een concurrentiebeding voor een bepaalde tijdovereenkomst moet echt in de arbeidsovereenkomst staan. Dat heeft de wetgever in de parlementaire geschiedenis duidelijk gemaakt. En dat heeft ook AG Langemeijer nog geconcludeerd bij zijn conclusie voor het arrest Lodder. En dan nog een laagje dieper. Je hebt ook een motivering die vereist is bij een concurrentiebeding voor een bepaalde, of in een bepaalde tijdovereenkomst. En daarvan zegt de regering of de wetgever: ja, die motivering die moet bij. Bij het beding, mag onder het beding of in een bijlage, mits die bijlage gelijktijdig met het beding is opgesteld en getekend. Oftewel, die bijlage moet dan wel getekend worden. Per saldo zijn er dus drie, drie verschillende schriftelijkheidssmaken: de reguliere Philips Oostendorp, bijvoorbeeld voor de onbepaalde tijd-concurrentiebeding, het bepaalde tijdcontract waar het gaat om het concurrentiebeding zelf, dat moet in de arbeidsovereenkomst, en de motivering voor een bepaalde tijd-concurrentiebeding. Ja, die mag in een bijlage, maar die bijlage moet dan wel getekend zijn en gelijktijdig zijn aangegaan. Dat was Filip Loosendorp.